orde is het 2-minuten-debat jeugdbeleid. Ik heet de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van harte welkom. Ik heet de Kamerleden welkom. Ik heb één verzoek aan de Kamerleden en dadelijk ook aan de staatssecretaris. We hebben 30 2-minuten-debatten in korte tijd. Dus ik wil de Kamerleden verzoeken om, als het kan, zo kort mogelijk de moties voor te lezen. Mogelijk 1 of 2 vragen aan de staatssecretaris te stellen. Ik wil hernieuwde debatten voorkomen. En aan de staatssecretaris vraag ik dadelijk ook om beknopt op de moties en op de gestelde vragen te reageren. En dan geef ik als allereerst het woord aan mevrouw Westerveld en zij spreekt namens de fractie van GroenLinks. Ja, voorzitter. En om tijd te besparen, ook namens de fractie van de PvdA. Voorzitter, het debat dat we hadden over het jeugdbeleid, dat ging vooral over de plannen van het kabinet om een eigen bijdrage in te vullen voor jongeren die mentale hulp nodig hebben. En dat doen we nergens in de zorg. We vragen ook niet, ouders krijgen ook geen rekening op het moment dat een kind met een gebroken been in het ziekenhuis ligt, dat ze gaat. En het kabinet is wel van plan om dat in de jeugdzorg te doen. En in het debat werd wel duidelijk dat eigenlijk zowel de oppositiepartijen allemaal fel tegen zijn, maar ook de coalitiepartijen dit helemaal niet zien zitten. En nu willen dat er eerst een verkenning komt. Maar voorzitter, we weten allemaal dat die verkenning niks gaat opleveren. Want dit is al eerder geprobeerd in de GGZ. Daar was het ook geen goed idee. En dat wordt het in de jeugdzorg ook niet. Daar heb ik zo een motie over. Voorzitter, ik heb ook nog een vraag over pleegzorg. Want in het debat zeiden we al dat het niet goed gaat met de pleegzorg. Inmiddels zijn er weer nieuwe cijfers naar buiten gekomen die ons verhaal bevestigden. En daaruit bleek ook dat in 2021 13% minder nieuwe pleegouders zijn bijgekomen. 13% minder. En er was al een tekort. En dat tekort wordt alleen maar groter. En mijn vraag hierover aan de staatssecretaris is of hij die urgentie ziet en wat zijn actie daarop wordt op de korte termijn. Wat gaat hij doen dus? Dan, voorzitter, mijn motie. De Kamer gooit de beraadslaging constateren dat de regering 511 miljoen euro wil bezuinigen op jeugdzorg. En dat de regering gaat verkennen of dit mogelijk is door middel van het invoeren van een eigen bijdrage. Overwegende dat het hele veld, van jongeren tot jeugdzorgmedewerkers, ervaringsdeskundigen, de jeugdbranches, cliëntenorganisaties en jeugdwethouders tegen dit plan zijn. Overwegende dat het ook in strijd is met het internationaal verdrag van de rechten van het kind. Dat zegt dat een kind nimmer noodzakelijke zorg ontzegd mag worden omdat de ouders de eigen bijdrage niet kunnen betalen. En overwegende dat geprobeerd is om een eigen bijdrage in te voeren in de GGZ en dit desastreus uitpakte, verzoekt de regering om de plannen voor het invoeren van eigen bijdrage in de jeugdzorg te schrappen en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega's Mohandes, Quint, Den Haan en mevrouw Simons. Dank u wel, mevrouw Westerveld. Dan geef ik het woord aan de heer Quint. Hij spreekt namens de SP. En ik wil de Kamerleden toch verzoeken om, als het even kan, zo beknopt mogelijk te zijn, omdat ze een heel klein beetje willen inlopen op de agenda. De heer Quint. Voorzitter, ik had 17 punten voorbereid. Omwille van de tijd. De argumenten zijn meer dan voldoende gewisseld. 1 motie over private equity, 1 motie over de professionele autonomie van de hulpverlener. Springhaan kapitalisten hebben niks te zoeken in de jeugdzorg. Wat mij betreft op een hele hoop andere plekken ook nog niet. Maar dat gaan we volgende keer regelen. Voor nu private equity. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat in de jeugdzorg private equity fondsen actief zijn die de jeugdzorg een interessant verdienmodel vinden. Overwegende dat die springhaan kapitalisten niks te zoeken hebben in de zorg van onze kwetsbare jeugd, verzoekt de regering om een verbod op private equity in de binnenkort komende wet integere bedrijfsvoering zorg op te nemen. Het gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega Westerveld. En dan de tweede. De behandelduur voor jeugdzorg. Die dreigt ingeperkt te gaan worden door het kabinet. Dat is een wantrouwen richting de professional, want die weet echt wel hoeveel tijd die nodig heeft om jongeren te helpen. Daarom de Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat in de hervormingsagenda jeugd het voornemen staat om de behandelduur voor jeugdzorg te maximeren. Constateren dat dit getuigt van wantrouwen in de hulpverlener en een ernstige inperking van de professionele autonomie is. Verzoekt de regering om niet van bovenaf de professionele autonomie van hulpverleners in te perken. En gaat over tot de orde van de dag. 52 seconden ingelopen, voorzitter. Dat is heel goed. Dank u wel, meneer Quint. Dan geef ik het woord aan de heer Ramakers en hij spreekt namens de fractie van D66. Voorzitter, dank u wel. We hebben een goed commissiedebat gehad en we hebben gediscussieerd over die eigen bijdrage. Als er een eigen bijdrage in de jeugdzorg komt, dan wat D66 betreft niet voor de hoogcomplexe jeugd GGZ. En de staatssecretaris heeft toegezegd dat deze optie ook wordt meegenomen in het onderzoek. Ik heb 1 motie over onderwijs in de gesloten jeugdzorg. De Kamer
Gehoord de beraadslaging, constaterende dat 22% van de jongeren in de gesloten jeugdzorg geen onderwijs kreeg, 51% onderwijs op het verkeerde niveau kreeg en 76% vertraging opliep in het onderwijs. Overwegende dat onderwijs een grondrecht is voor jongeren, ook in de gesloten jeugdzorg. Overwegende dat de coronacrisis ons geleerd heeft dat online onderwijs een werkend alternatief is, als fysiek onderwijs echt niet mogelijk is. Overwegende dat de staatssecretaris in het commissiedebat heeft toegezegd bij aanbieders van gesloten jeugdzorg te gaan vragen of online onderwijs niet nu al meer kan worden ingezet. Verzoekt de regering die gesprekken met aanbieders van gesloten jeugdzorg en de daarbij behorende onderwijspartners voor 1 november te voeren en daarbij te verzekeren dat zoveel als mogelijk wordt ingezet op het mogelijk maken van online onderwijs voor al die leerlingen waarbij fysiek onderwijs of onderwijs op niveau gegeven de situatie geen optie is. En de Kamer daarover te informeren voor het WGO Jeugd van dit najaar. En gaat over tot de orde van de dag. Wat was het? Dat was het. Dank u wel, meneer Ramakers. Dan geef ik... Oh, mevrouw Westerwelt heeft nog een vraag. Ja, een vraag omdat ik heel goed wil nadenken of wij nou voor of tegen deze motie zijn. Want die Ramakers die kaart een terecht probleem aan. Een probleem waar we de afgelopen jaren heel vaak aandacht voor hebben gevraagd. Namelijk dat de ingesloten jeugdzorginstellingen geen passend onderwijsaanbod is. Daar zijn toen ook uitgebreide onderzoeken van geweest door de inspectie enzovoort. En wat de heer Ramakers nu vraagt, is om dan onderwijs maar te vervangen voor online onderwijs. En ik heb daar wel een probleem mee, omdat ik juist vind dat deze kinderen, die vaak geen onderwijs op eigen niveau krijgen, die zouden juist baat hebben bij goede leraren daar. En zouden we niet daarop moeten inzetten dat de heer Ramakers deze motie intrekt en aan de staatssecretaris gaat vragen om te regelen dat de beste leraren hier in deze instellingen les gaan geven aan deze jongeren. De heer Ramakers. Ja, dat heeft absoluut wel mijn voorkeur, fysiek onderwijs. Dat staat ook duidelijk in de motie. Maar als fysiek onderwijs echt geen optie is, bijvoorbeeld dat kan komen door een veiligheidsissue met de jongeren in de gesloten jeugdzorg. Dat kan ook komen omdat het niveau niet uitsluit van wat de leraar kan bieden en wat de leerling graag wil krijgen. Dan is als allerlaatste optie, dat heeft de coronacrisis ons geleerd, online onderwijs een optie. En wij vinden dat dat dan in ieder geval overal uitgerold moet zijn. Maar dat staat er niet in de weg dat we ook fysiek onderwijs zoveel mogelijk en zo goed mogelijk moeten gaan geven. Nog één korte vraag en dan wil ik door naar de volgende spreker. Ja, ik begrijp u, voorzitter, maar dit is wel een fundamenteel punt. Want ik ben ook woordvoerder onderwijs. En ik weet dat online onderwijs, dat dat een kwaliteit in moet. En daarom vind ik dat we toch hier met z'n allen als Kamer het statement moeten maken dat deze kinderen goed fysiek onderwijs verdienen in plaats van dat we nu naar een alternatief gaan. En natuurlijk is dat mogelijk. Op het moment dat die leraren goed beloond worden, op het moment dat de arbeidsvoorwaarden goed zijn. Dus nog een keer de vraag aan de heer Ramakers, zouden we niet daarop moeten inzetten? De heer Ramakers. Daar zouden we zeker op moeten inzetten als dat haalbaar is. Maar ik zie nu gewoon dat heel veel leerlingen dat onderwijs niet krijgen. Zoals ik zei, 22% van de jongeren kreeg überhaupt geen onderwijs. En dan is het voor mij ook de vraag, wat heb je liever? Geen onderwijs of online onderwijs? Maar natuurlijk, in een ideale wereld, en laten we daar ook als volgende stap naartoe werken, zou fysiek onderwijs het allerbeste zijn. En laten we daar ook oproepen aan deze staatssecretaris toe doen. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Den Haan en zij spreekt namens de fractie Den Haan. Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee moties. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat 5 partijen betrokken bij de hervormingsagenda jeugd de richting ondersteunen waarbij de triage bij jeugdhulpvragen wordt versterkt om onjuiste of onnodige verwijzingen zoveel mogelijk te voorkomen en de juiste zorg op de juiste plek te bieden voor de kinderen en gezinnen die dat hardste nodig hebben. Overwegen dat deze beweging vereist dat er bij huidige samenwerking van lokale jeugdteams, huisartsen, jeugdartsen en andere deskundigen meer ruimte komt voor het inzetten van zwaardere expertise en consultatie aan de voorkant van het proces. Overwegen dat het van belang is dat toegang tot de jeugdhulp via de huisarts, jeugdarts, kinderarts of andere medisch specialisten en gecertificeerde instellingen een belangrijk uitgangspunt blijft, verzoekt de regering ervoor te zorgen dat in de komende jaren door het hele land lokale teams met voldoende expertise voor hoogwaardige triage worden ingericht, waarbij er bovendien geen belemmeringen zijn om consultatie toe te passen, waarbij een beroep kan worden gedaan op aanvullende expertise. En gaat over tot de orde van de dag, is mede ondertekend door collega Westerveld.
De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegend dat het voor een patiënt binnen de jeugd GGZ van levensbelang kan zijn dat zij de juiste behandeling krijgen en indien nodig de juiste vervolgbehandeling. Overwegend dat hulpverleners binnen de jeugd GGZ op dit moment vaak niet weten welke vervolgbehandelingen er beschikbaar en passend zijn voor de patiënt, waardoor patiënten in een uitzichtloze situatie terechtkomen en voor sommige patiënten zelfs de hulp te laat komt. Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de hele integrale keten binnen de jeugd GGZ regionaal inzichtelijk wordt gemaakt, zodat hulpverleners sneller de weg weten te vinden naar passende zorg voor een patiënt. En gaat over tot de orde van de dag, is mede ondertekend door collega Westerveld. Dank u wel, mevrouw Den Haan. Dan geef ik het woord aan de heer Seder en hij spreekt namens de fractie van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar moties. De Kamer gehoorde beraadslaging overwegende dat als een kind niet thuis kan wonen, kleinschalige gezinsvormen zoals pleegzorg van bekende en onbekende, deeltijd pleegzorg en gezinshuizen te prefereren zijn boven opvang in de instelling. Overwegende dat daarnaast steungezinnen en buurtgezinnen een grote steun zijn voor kwetsbare gezinnen en een uithuisplaatsing kunnen voorkomen, verzoekt de regering de werving van pleegouders en de ondersteuning van pleegzinnen te intensiveren, daarbij de functie van het platform pleegzorg.nl mee te nemen en de inzet van buurt- en steungezinnen te stimuleren en gaat over de orde van de dag, mede ondertekend door de heer Rijmijkers. Voorzitter, de Kamer gehoorde beraadslaging overwegende dat een jeugdige gebaat is bij hulp en ondersteuning waar de eigen ouders en de sociale omgeving achter staan en een actieve rol hebben, constaterende dat jeugdzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen op basis van artikel 4.1.2 van de jeugdwet verplicht zijn om aan te bieden om een familiegroepsplan met de ouders en de jeugdige op te stellen, verzoekt de regering bij de brancheorganisatie van de jeugdzorg erop aan te dringen dat aanbieders bij het opstellen van een familiegroepsplan aanbieden aan de ouders en de jeugdigen en het familiegroepsplan een plek te geven in de uitwerking van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en ook ouders actief op deze mogelijkheid te wijzen en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door mevrouw Meijer. En de Kamer gehoorde beraadslaging overwegend dat het onderzoek consequenties, overheveling, zorg voor ernstige, enkelvoudige dyslexie naar het onderwijs redeneert vanuit het bestaande stelsel en vanuit daaruit adviseert niet over te gaan tot de volledige overheveling van dyslexiezorg naar het onderwijs. Overwegende dat de principiële keuze om ondersteuning rond dyslexie als onderwijstaak te beschouwen is gemaakt in de aangenomen motie Peters. Overwegende dat het genoemde onderzoek goede handvaten biedt om de overheveling zorgvuldig te realiseren, verzoekt de regering de randvoorwaarden van het overhevelen van dyslexiezorg naar het onderwijs te identificeren en deze beleidsredactie voor de besluitvorming over de hervormingsagenda aan de Kamer toe te zenden en gaat over tot de orde van de dag. Deze mede ondertekend door de heer Peters. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Seder. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Meijer. Ze spreekt namens de fractie van de PVV. Dank u, voorzitter. Voorzitter, uit het rapport van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de kwaliteit van het feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen blijkt dat er bij spoeduithuisplaatsingen soms direct wordt gehandeld op aangeven van een derde, zonder dat de raadsonderzoeker of de jeugdbeschermer zelf bekijkt wat de ernst van de situatie is, zoals ook de richtlijn voorschrijft. En ook worden ouders en kinderen in slechts 60% van de spoeduithuisplaatsingen betrokken bij die beslissing en daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, verzoekt de regering te bewerkstelligen dat er geen spoeduithuisplaatsingen op basis van de melding van een derde plaatsvinden zonder dat de ernst van de situatie is bekeken en er contact is geweest met ouders en kind en gaat over tot de orde van de dag. En omdat wij het belang van het familiegroepsplan onderschrijven, heb ik de motie van de heer Seder ondertekend. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Meijer. Dan geef ik het woord aan mevrouw Sylvane Simons en ze spreekt namens de fractie van Bijeen. Dank u wel, voorzitter. Ik zal gelijk ter zake komen met de twee moties. De Kamer gehoorde de beraadslaging, constaterende dat de Tweede Kamer op 29 november 2021 unaniem een motie heeft aangenomen om een plan voor de afbouw van gesloten jeugdzorg te maken, maar hierin geen datum is vermeld. De voormalige minister van VWS in april 2018 in het actieplan jeugdzorg al had beloofd dat er per 2021 niet meer gesepareerd zou worden in de gesloten jeugdzorg, maar deze belofte niet is nagekomen. Overwegende dat experts tijdens het rondetafelgesprek van 7 februari 2022 de noodzaak hebben aangegeven om zo snel mogelijk te stoppen met gesloten jeugdzorg, de schadelijke gevolgen van gesloten jeugdzorg al sinds 2008 op de agenda staan en de sector sindsdien al de kans heeft gekregen dit af te bouwen, de jeugdwet nu te veel ruimte biedt voor beperkende maatregelen
en zonder harde einddatum het stoppen van gesloten jeugdzorg te vrijblijvend blijft, verzoekt de minister dit jaar zijn beloofde plan voor de afbouw van de gesloten jeugdzorg af te hebben, waarna de sector minimaal 3 jaar krijgt om alternatieven op te bouwen en de mogelijkheid om een gesloten machtiging af te geven uit de jeugdwet te schrappen per 1 januari 2025 en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit onderzoek van het vergeten kind blijkt hoe schadelijk de gesloten jeugdzorg is voor jongeren. Ervaringsdeskundigen van Expex in hun position paper vragen om excuses aan alle jongeren die door nalatigheid van de overheid geen veiligheid en bescherming kregen, maar in een onveilige situatie terechtkwamen. Overwegende dat het ministerie stelselverantwoordelijk is en dus ook verantwoordelijk is voor jongeren die beschadigd zijn door de gesloten jeugdzorg en jongeren die civielrechtelijk in de JJI zijn geplaatst, zij de gevolgen hiervan dagelijks ondervinden door het niet hebben kunnen volgen van passend onderwijs, gebrek aan geschikte woonplek en behandeling, verzoekt de minister excuses aan te bieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg en JJI's zijn opgesloten en een op maat gemaakt plan tot herstel aan te bieden en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, mevrouw Simons. Dan geef ik als laatste spreker van de Kamer het woord aan de heer De Neef en hij spreekt namens fractie van de VVD. Dank u voorzitter. Omwille van de tijd, 1 motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat er in Nederland verschillende laagdrempelige voorportalen zijn om met jongeren in gesprek te gaan over hun problemen en mogelijke oplossingen, zoals jongereninformatiepunten, online platforms en buurthuizen. Overwegende dat 1 op de 10 jongeren momenteel een vorm van jeugdhulp krijgt, waaronder veel lichte zorg die deels in deze laagdrempelige voorportalen aangeboden wordt. Overwegende dat de jeugdzorg lange wachtlijsten heeft die mede zijn ontstaan door het toenemend beroep op lichte zorg, verzoekt de regering te onderzoeken welke laagdrempelige inloopvoorzieningen binnen verschillende gemeentes beschikbaar zijn voor jongeren en verzoekt de regering tevens te onderzoeken of deze beschikbaarheid leidt tot betere maatschappelijke baten en tot minder kosten ten opzichte van de jeugdhulp of andere interventies en of de inloopvoorzieningen afdoende hulp bieden om verdere doorverwijzing te voorkomen en gaat tot orde van over tot de orde van de dag. Dank u. Dank u wel, meneer De Neef. Dan heeft de staatssecretaris aangegeven om ongeveer 5 minuten nodig te hebben. Dat betekent dat ik schors tot iets voor 16:30. Ik schors de vergadering.
de vergadering. De staatssecretaris kan nu de motie appreciëren en de vragen die aan hem gesteld zijn beantwoorden. Ik geef het woord aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dank u wel, voorzitter. Ik ga eerst even de eerste vraag doen over de pleegouders. De daling inderdaad die mevrouw Westerveld constateerde. In combinatie ook met motie 7 van de heer Seede, die daar natuurlijk ook over gaat. Die zou ik in ieder geval oordeelkamer willen geven. En wat doen we dan? We gaan de wervingscampagne vernieuwen die er al is. Maar die vernieuwen we en die gaan we opnieuw ook insteken. We gaan financiële barrières om pleegouder te worden wegnemen. Dus dat gaat over de vergoedingen. En tenslotte zijn we ook bezig, maar dat is iets algemener, namelijk de ondersteuning die pleegouders krijgen te verbeteren. Maar misschien even concreet, wat gaan we doen? Met de campagne gaan we alles aan doen om meer pleegouders weer te werven. Dan ga ik naar de moties, voorzitter. Ja, dan zal ik alvast, motie 7 heeft alvast oordeelkamer gekregen. Zo is dat. Motie 1 over de eigen bijdrage. Volgens mij is daar lang over gesproken in het debat en moet ik de motie daarmee onderraden. Motie 2 over private equity snap ik heel goed waar dit vandaan komt. Tegelijkertijd, u zet het wel allemaal heel straf neer in deze motie. En bovendien is ook nog even de vraag, hoe kunnen we dit precies vormgeven in de WIPS? Dus geef me even de ruimte om dit goed te onderzoeken. En daarmee moet ik deze motie gewoon, ook hoe die nu geformuleerd is, ontraden. De heer Quint heeft daar nog een vraag over. Ja, kijk, daar is die. Het verzoek is nou net om het op te nemen in die wet. En als de staatssecretaris zegt, geef me de ruimte, dan natuurlijk in de basis altijd toe bereid. Stuitend redelijk als ik ben. Maar hoe heb ik dan de garantie dat het in die wet terechtkomt? Nou, die garantie heeft u niet. Simpelweg omdat we echt even goed moeten kijken hoe ver we kunnen binnen die wetgeving. Zonder dat het dermate schurend is met Europese wetgeving dat we het niet meer zou kunnen of mogen. En de vraag is ook hoe kan je het dan vormgeven dat het ook daadwerkelijk effectief is. Dus kortom, u zegt hier, verzoekt een verbod op te nemen. Nou, de vraag is ook niet of je bijvoorbeeld via het beperken van de excessieve winstuitkeringen ook eigenlijk daarmee de pas afsnijdt van de private equity. Maar nogmaals, ik snap heel goed wat u zegt. We zijn bezig met die WIPS en we proberen dit daarin mee te nemen. Maar ik kan het gewoon niet op deze manier overnemen. Afsluitend, de heer Quint. Nou ja, kijk, excessieve winstuitkering, dat helpt me net juist niet. Dat is nou net een van die dingen bij die private equity fondsen waarbij vaak het verdienmodel gewoon net even wat anders in elkaar zit. Ik bedoel, ik zie geen andere oplossing dan een wettelijke uitkomst, maar ik hoop er maar op de steun van de Kamer. Ja, de staatssecretaris. Hebt u hier een reactie op of is het gewoon ontraden? Nee, ja, volgens mij is het zo. Maar nogmaals, ik heb ook gezegd, ik ga gewoon goed kijken wat we in de wet kunnen. Prima, motie 2 ontraden. Dan motie 3. Er staat in ieder geval in de eerste constatering, dat klopt niet, dat hervormingsagenda jeugd het voornemen staat. De hervormingsagenda jeugd is er nog niet. En bovendien staat dit eigenlijk, dat zou onderdeel kunnen worden van de hervormingsagenda, maar is er niet per definitie onderdeel van. En bovendien ben ik het oneens met de constatering dat het per definitie uitgaat van wantrouwen in de hulpverlener. Op die reden zou ik het in ieder geval willen ontraden. En bovendien, als we tot iets overgaan wat de behandelduur inderdaad maximeert, dan doen we dat altijd in samenspraak met professionals. Dus motie 3 ontraden. Dan motie 4, inderdaad wel terecht wat ook mevrouw Westerveld erover zei, in het kader van fysiek onderwijs. Maar zoals die hier geformuleerd is, kunnen wij er in ieder geval goed mee uit de voeten. Dus zou ik hem heel graag oordeel Kamer willen geven. Motie 4, oordeel Kamer. Motie 5. Mevrouw Westerveld heeft daar nog een vraag over. Maar ik wil eigenlijk, heel kort, want ik wil eigenlijk vragen over de eigen moties, maar niet over de moties van anderen. Ik stel u één vraag toe. Ja, voorzitter. Ik heb hier grote problemen mee, want de afgelopen 4 jaar hebben we voortdurend bij de minister van Onderwijs en de minister van Jeugd aangegeven dat dit een probleem was. En ik zou dan deze staatssecretaris willen vragen, waarom krijgt deze motie oordeel Kamer in plaats van dat de staatssecretaris hier toezegt, dit is een groot probleem, ik ga er hard aan werken om alle jongeren in jeugdzorginstellingen goed en passend onderwijs te geven. De staatssecretaris.
Kijk, ik kom nog deze week, of misschien uiterlijk volgende week, dat zal ik ook nog tegen mevrouw Simons zo meteen zeggen als het gaat om haar moties, kom ik nog met een brief over de gesloten jeugdzorg. Daar zal ik ook heel specifiek ingaan op een aantal knelpunten die daar nu zijn over onderwijs. Want die zijn daar. En daar heeft u helemaal gelijk in. Daar moeten we ook een verandering doorvoeren die ook past bij de grotere hervorming van de gesloten jeugdzorg. Maar dat daar inderdaad ook soms fysiek onderwijs niet mogelijk is en in die gevallen je tot digitaal onderwijs over zou kunnen gaan, dat is in feite wat deze motie impliceert. Dat is wat wij hier, waar wij hier ruimte voor geven. Ja, de staatssecretaris ontraadt motie 4, maar er komt nog een brief over. Nee. Ik vergis me helemaal. Motie 4, Oordeelkamer. En de staatssecretaris komt nog met een brief over de vraag die mevrouw Westerveld heeft gesteld. Motie 5. Ik kom in de brief terug onder andere op de vraag die mevrouw Westveld heeft gesteld, om het even precies toch te formuleren. Ja. Dan motie 5. Dat is in lijn met de jeugdwet die ik heb gestuurd en een hartstikke goede beweging, dus die zou ik graag willen oordeelkamer willen geven. Motie 5, oordeelkamer. Motie 6. Dat lijkt mij toch wel een verzwaring van de bureaucratie. Dus ik zou daar erg terughoudend in zijn. En bovendien vind ik het ook iets wat de regio's zelf moeten oppakken. En waar de expertteams en de bovenregionale expertnetwerken primair een rol in hebben. En niet wij vanuit van bovenaf. Dus kortom, die zou ik willen ontraden. Motie 6 ontraden. Motie 7 heb ik al gehad. Motie 8 over het familiegroepsplan. Uitstekend, is ook al in de wet verankerd. Dus kunnen we mee door, oordeel Kamer. Motie 9. Idem dito, besluitvorming moet natuurlijk nog plaatsvinden, maar met deze randvoorwaarden kunnen we natuurlijk verder op het ingeslagen pad, dus die kan ik ook oordeelkamer geven. Motie 8 en 9, oordeelkamer. Motie 10, van mevrouw Maaier, idem dito, ook wat mij betreft oordeelkamer. Motie 10, oordeelkamer. Dan heb ik nog motie 11. Daar heb ik al over gezegd, ik kom deze week ik ga echt vanuit deze week dat het gaat lukken, uiterlijk deze week, met die brief over de aanpak van de gesloten jeugdzorg. Dus dat is al eerder dan voor het einde van het jaar, zou ik willen zeggen. Dat heb ik ook eerder ook beloofd, dus ik kom die belofte ook na. En ik zou zeggen, ja, dan kunt u wegen wat het van het plan vindt en de brief als ik hem dan neerleg. Maar die lijkt op een aantal punten wel ook iets of meer af van wat u hier in deze motie zegt. Dus de motie ga ik ontraden. Dan motie 12. Volgens mij is daar uitgebreid over gesproken, in ieder geval bij stilgestaan tijdens het debat. Dus onder verwijzing naar het debat zou ik die willen ontraden. Motie 11 en 12 ontraden. Motie 13. Volgens mij is 1 op de 10 zelfs al wat forser toegenomen. Volgens mij zit het al op de 1 op de 8 of 1 op de 7 ondertussen. Maar desalniettemin zeer terecht wat u hier aankaart. En die motie zou ik dan ook graag oordeelkamer willen geven. Motie 13, oordeelkamer. Dan dank ik de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik dank de Kamerleden. Morgen 7 juli zullen we over deze moties stemmen. En dan schors ik voor een enkel moment om dan door te gaan naar 2 minuten debat medische preventie, verslavingszorg, drugspreventie. Dat is ook met de staatssecretaris. Dus die zien we zo meteen weer. Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het 2 minuten debat medische preventie, verslavingszorg, drugspreventie. Ik heet welkom de staatssecretaris van Volksgezondheid.